Antonio, goedemiddag. Goedemiddag, Edwin. Hey, ik loop hier net binnen. Ja. We zijn hier aan de Kleine Hogeweg 1, toch? Klopt. Bij een boerderij, maar dat is niet jouw boerderij, geloof ik. Dat is niet mijn boerderij. Ik huur hier een deel van de boerderij. We beginnen over boerderij, maar we zijn hier in een slakkentuin. En, dat klopt. Ik ontdekte jou op een gegeven moment op Instagram. En toen ging ik inderdaad even met je in gesprek van, goh, wat ben je aan het doen en mag ik eens langskomen? Nou ja, je was toen net aan het opbouwen inderdaad. Ja, hier zo, ja, klopt. Ja, en nu ben je een stuk verder, maar daar gaan we even terug. Want jij bent Antonio, je bent een heel bekend gezicht, maar we kennen elkaar niet goed. Maar je bent een Middelburger? Ik woon al heel lang in Middelburg. Ja, dat klopt. Ja, precies. Ik ben geen origine, geen Zeeuw, maar ik woon hier al vanaf mijn vierde, dus ik ben wel verzeeuwigd een beetje, denk ik. En dan weet je wel, wat doe jij normaal in het tot nu toe? Ik ben eigenlijk warehouse manager bij Amos. Oh, echt waar? Bij Amos? Ja. Ik zie sla liggen. Ze zijn vanochtend in de douche geweest. De dieren hebben natuurlijk dagelijkse verzorging nodig, dus ze houden van water. Lekker douche vanochtend gehad, worden ze actief van. Dan hebben ze ook zin in wat te eten, dus dan gaan ze gelijk lekker. Ja, want ik heb werkelijk nog nooit in mijn leven nagedacht over het gedrag en het eetgedrag dus over slakken, maar het zijn gewoon dieren echt, hè? Ja, het zijn eigenlijk nachtdieren natuurlijk, slakken, hè? Dus overdag dan zie je ze ook niet zo. Maar na een regenbuikje en in de avonduurtjes dan komen ze tot leven en dan gaan ze op zoek naar voedsel. Deze hoeven niet ver te zoeken, want die krijgen het gewoon bediend op een bordje zoals je ziet. Ja. Maar je kweekt ze om te verkopen om gegeten te worden? Of escargot noemen ze dat, toch? Of niet? Ja, op z'n Frans de escargots. Deze zijn van het ras de Helix Asperge Maxima. Nauwe verwant aan de wijngaardslak, wel bekend. De wijngaardslak, ja. Ja, echter, de wijngaardslak is inmiddels een beschermde diersoort geworden. Oh ja? Ja, dus die mag ook niet echt meer gegeten worden. Die werd vroeger veel in het wild geplukt. Zoveel dat het inmiddels een beschermde diersoort is. Dit is een aanverwante dan, lijkt er heel erg op, ook qua grootte, qua smaak. Dus een heel goed alternatief voor de restaurants. Ik weet het werkelijk niet, maar hoe paren slakken in godsnaam? Ja, hoe paren slakken? Een slak die is tweeslachtig, zeg maar hermafrodiet. Dus ze hebben wel elkaar nodig om elkaar te bevruchten. Maar als ze elkaar bevrucht hebben, dan kunnen ze ook allebei eitjes leggen. Je ziet hier in die bakken zie je weer kleine bakjes staan. Daar kruipen ze ook in als ze dus daadwerkelijk eitjes willen gaan leggen. Die roze bakjes zijn dat? Ja, nadat ze gemeenschap hebben gehad. En hoe lang duurt het dan ongeveer voordat de eitjes uitkomen? Dat duurt ongeveer 2 à 3 weken. Dat gaat best behoorlijk snel. Dat gaat vrij snel. En als jij daar niet oplet en jij doet alleen je geeft ze water en genoeg te eten en je laat dat gewoon in die bak zitten, op een gegeven moment dan heel die bak vol? Of? Dan gaat het hier krioelen van de babyslakjes, ja. Hey, als ik het goed begrijp, bedoel je dat dit al wat langer dan... Ja, ik doe dit vanaf 2016, ja, hoe kom je erop? Ik had ooit wel eens een programma gezien, Het Roer Om, misschien wel bekend, naar het buitenland gaan en daar dan iets gaan doen. Daar was ook een echtpaar, die gingen naar Spanje en die gingen naar slakken kweken. Ik zat toen nog in mijn vader, ik dacht van misschien nog wel eens emigreren, maar ja, wat ga je dan doen? Dat ik dacht van, nou, dat is misschien wel een leuk idee. Maar aan wie lever jij dit allemaal? Want je bent een van de weinigen in Zeeland, volgens mij. Ja, dat klopt. Bij restaurants werken het natuurlijk zo dat ze vaak gerechten voor een aantal weken hebben. Dus soms komen ze voor een aantal weken op de kaart bij een restaurant. Maar ik heb ook een aantal klanten die ze gewoon het hele jaar door op de kaart hebben. Je kan ze bijvoorbeeld in Vlissingen eten bij Brasserie Jong. Oké. Hele leuke zaak. Kan je heerlijk slakjes. De Nieuwe Dijk zegt dat toch? Ja. Op de Nieuwe Dijk kan je deze slakken eten. Lekker in een knoflooksausje. Heerlijk. Maar je gaat me toch niet vertellen dat er geen één Middelburgers restaurant is die dit verkoopt? De Mug, nu Brasserie Franklin, die is ermee begonnen. Dus ja, die is het ook aan het proberen of ze dat hier kwijt kunnen. Heb je er nou nog een soort band mee of gaat dat te ver? Maar je bent er toch een tijdje mee bezig. Nou ja, als je ze echt van jongs af aan opkweekt, ja, je krijgt wel een soort band van, natuurlijk hou je van je werk en hou je van je product. En de eerste keer dat ze de pan in gingen, dat ging me wel aan mijn hart. Ja, dat was toch even slikken. Maar ja, goed, dat hoort er nou helemaal bij. Ja, dat is ook als je bijvoorbeeld koeien hebt of En deze, ze hebben geen zielige oogjes of zo die je aanstaren. Maar ja, deze twee tentakeltjes aan de voorkant, dat zijn zijn oogjes. Oh, dat jij, ja. En... Lach eens even naar de camera. Maar ze zijn, hij trekt zich niet terug of zo. Dus. Nee, en die twee tentakeltjes aan de onderkant, dat zijn eigenlijk een soort voelsprietjes. Daar ruikt hij mee, daar tast hij mee.
Dus daarmee gaat hij op zoek naar zijn voedsel. Ja. Buitengewoon hoor. Ja. En hoeveel heb je er zo hier? Weet je dat uit je hoofd? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Dat zijn er honderden of duizenden. Dat gaat in de tienduizenden. Tienduizenden zelfs. Ja. Hier zie je dus de eitjes liggen, die witte balletjes. Ja, die zijn al best groot. Ja. En als we bestellingen hebben voor slakkenkaviaar, dan maken wij van de slakkeneitjes slakkenkaviaar. Dat is ook een van de producten die we verkopen. Naast dat we dus verse slakken verkopen. En dat maken we in eigen beheer. En dat is een delicatesse, neem ik aan? Dat is een delicatesse. Alleen voor de rijke mensen, net als caviar of wat dan ook? Nou, het is wel vrij kostbaar, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Een potje slakkenkaviaar. Met je eigen label ook al? Ja. Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden. Die we uiteraard in de toekomst wel willen benutten. Maar goed, we zijn hier in januari, hebben we dit allemaal opgestart. Er is heel veel werk geweest. Het is nog steeds niet helemaal klaar. Dus stap voor stap alles, ja. Ja, toch een beetje rustig aan. Ook niet te veel op ons nek halen. We hebben allebei, Ina en ik, gewoon nog een baan hiernaast. Oh, want wie is je partner in zaken? Want dat Ina zegt. Ina, ja, dat is de dochter hier van de boer, waar ik de locatie van gebruik. Die helpt mij hierbij. Dus we doen dit nu samen. Kijk, er staat ook nog in een keuken. Want je doet nog meer dan alleen slakken, vertel je net. Ja, naast dat we slakken kweken, kweken we ook microgreens. Microgreens die worden ook door chefs gebruikt als garnering. Daar maken ze hele mooie gerechtjes van. Ook die kweken we. Daar zijn we onlangs mee begonnen. In eerste instantie samen met de vriendschap. Die vond het een heel leuk initiatief wat wij voor ogen hadden. En die wilde heel graag met ons samenwerken daarin. En dan ben ik dan ook weer meteen nieuwsgierig, want een van de vriendschappen is ook bekend als zij daar op het dak hun eigen moestuintje bijhouden. Ja, en je ziet de koks ook, maar ja, microgreens kan je die niet in de buitenlucht of zo? Is dat weer? Nou, deels zou je wel ook buiten kunnen doen, maar goed, je kan ook niet alles buiten doen. Dan weet je aan het uittesten van wat gaat goed. Je bent sowieso nog heel veel aan het testen ook, dat vind ik wel mooi. Ja, het is eigenlijk een soort laboratorium ook. Ja, dat weet je wel, ja. Lijkt het ook wel een beetje op. Babyslakjes. En die leven in andere temperaturen, de babyslakjes? Ja, het moet een beetje donker zijn, niet te koud, niet te warm. Dit zijn dus alle eitjes die wij dus uit de kweekruimte halen. Die doen we in aparte bakjes. Je ziet dus ook, die zijn lichtbruin. Dus dat is al de kleur van het huisje. Het verhaal wordt nu wat rommeliger, want we hebben veel wind vandaag. Ja, dus, er staat heel veel wind. Dit wordt heel veel kraakgeluiden, maar ik vind het toch leuk om even de buitentuin te filmen. Dus, uiteraard. Is er iets wat je speciaal even moet uitleggen van tevoren, want hier gaat het wel qua wind? Nou ja, hier gaan dus eigenlijk alle babyslakjes in de buitentuin. Ja. Die kunnen daar verblijven tot ongeveer november, een beetje afhankelijk van de temperatuur uiteraard. Elke dag even een rondje lopen om te kijken of er iets overheen is gekropen. Ja, want daarachter is natuurlijk ook heel veel lekkers te eten. Gewoon velden vol, joh. Ja, daar staan heerlijke suikerbieten met heel veel lekker groenten dan. Ja, dat lusten ze ook wel. Ja, daarnaast hebben we qua voer een hele goede leverancier. Dat is de groenteboer Lau Dekker. Okay. Die altijd in Middelburg op de markt staat. Okay. Hele aardige kerel. Ik kan er eigenlijk altijd terecht als ik voer nodig heb. Oh, super. En, ja, die voorziet me al een paar jaartjes hierin en daar ben ik hartstikke blij mee natuurlijk. Ja, super. Ja, je ziet hier is al een heleboel opgegeten. Zo zijn. Ja, je moet inderdaad goed kijken. Wil je daar lopen we even naar achter, daar hebben we wat planken liggen. Vlakken die zoeken natuurlijk altijd een beetje schaduw op, donkere plekjes. Kunnen ze lekker hangen. Lekker koel zitten. Elke keer denk ik dat we klaar zijn, maar dan blijf je ook nog. Wat, je doet ook nog bloemen kweken. Ja, we doen ook nog wat in bloemen. Hier sta je dus bij de bloementuin. Al deze bloemetjes zijn allemaal eetbaar. Ook die bieden we aan bij restaurants. Onlangs had ik hier iemand die wilde cocktails gaan gebruiken. Dus die is een paar uurtjes lekker aan het knippen geweest, een paar doosjes meegenomen en die gaat er heerlijk cocktails van maken. Dat is de nieuwe cocktailbar toevallig, of niet? Dat is de nieuwe cocktailbar. Ja, die gaat vanmiddag open om. Brasserie Franklin. Ja, precies. Nou, dan zien we gelijk de bron. Ja, dat is heel goed. Ja, hartstikke leuk. Nou, mooi man.